Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn kanaal Christel Blue. Ik ga een voorwerpenreading doen van waar moet jij op focussen, waar moet je aan werken. Alles wat met te binnen schiet bij de voorwerpen. Jullie kunnen kiezen uit paarse hartje, uit het roze met een olifant aan de ene kant, aan de andere kant een vogel. En de groene met de golfjes. Dat zijn de keuzes. Tot zometeen bij het Paarse Hart. Doeg! Hallo mensen van het Paarse Hartje. Laten we kijken naar jullie voorwerpen. Waar moet jullie op focussen? Wat wil het universum jullie vertellen? Ik hou de attribuutjes, de wedeltjes. Hou boven het handje. Oké. Deze groep, ja, om weer vrede in je hart te voelen, misschien vrede met iemand te sluiten. Ja, je draagt dingen, zware dingen met je mee. Dingen moeten in balans gebracht worden, deze groep. Mannetje met twee emmetjes. Ja, we hebben hier een letter B, kan jouw naam zijn of iemand anders voor wie je kijkt. Ja, dat je de passie weer in jezelf vindt, de banaan. Dat je weer passie ziet in dingen om je heen. Kan ook seksuele passie zijn. Dat je die weer gaat voelen. Dat dingen weer tot bloei komen in je leven. We hebben hier het letter U. Kan van de naam zijn. En de letter M. En we hebben hier het letter D. Goed. Ja, dat je hart opent. Het hartje zit op slot hier, hè, het sleuteltje. Dat je weer hart opent. Je bent aan het transformeren. Je bent gehecht aan iemand of aan een situatie waar je in zit. In ieder geval, dingen staan eigenlijk op ontploffen in de situatie waar je in zit. Ja, er komt weer goed geluk. Je houdt nu dingen met je rug tegen. Zware dingen die op instorten staan. Probeer je nog te redden. Jij zit eigenlijk gebonden aan iets wat je niet dient. Je moet je bevrijden met de... En hier staat ook Justus. Ja, misschien moet je iemand de hand schudden. Gerechtigheid. Je bent aan het transformeren. Jij bent echt een familiemens, deze groep. Echt zorgzaam voor de kindertjes ook. Ja, er komt de liefde in je. Dit is amor met een pijltje. Maar je bent een beetje bang. En je zit ook aan na te denken, maar je zit ook een beetje te trillen. Je vindt het allemaal eng dat er einde aan iets gaat komen. Maar toch, het is de focus. Ook je moet echt dingen gaan doorslaan. Snijden voor deze union om samen te komen met je tweelingziel. Het was de eerste groep. Dankjewel voor het kijken. Doeg! Oké, de tweede groep. Waar moet jij op focussen? Wat wil je gids hier zeggen? Hele boel. We hebben hier de M, de E, letters van iemand van jou of iemand anders. Hier hebben we de letter U. Ja, je hebt misschien een gebroken hart. Dat wordt geheeld. We hebben hier letter I. De letter S. Grappig, hij zat aan de libel. De libel is transformatie. Dus als je een letter S bent, je gaat transformeren. Ja, het roer gaat om. De stuurwiel gaat transformeren, het roer gaat om. Je hebt nu nog verdriet, dus een traan. Maar je gaat deze mooie prinses worden.
Ja, je gaat verbonden worden met iemand. Zoals twee dolfijnen aan elkaar. Jullie gaan een liefdespaar vormen. Het is wel even divine timing. Er gaan dingen eindigen voor je met de doodskop. Ja, je voelt je verweven met iemand. Of ja, iemand omheen. Iemand draagt jouw hart in zijne. Je wil geknuffeld worden. We hebben nog een letter K. Je probeert je dan wel vast te houden aan het oude patronen. Want dat doet een zeepaardje, houdt zich aan het zeewier vast. Engelen helpen je hiermee met dit proces. Je gaat weer naar rustige water varen, dat is de focus. Weer rustige water varen. Ja, er komt rijkdom, muntstuk. Jij zit nog wel in SOS, je bent wel, voelt je wel een beetje behulpzaam, ja, in angst en je wil eigenlijk hulp. Je schreeuwt eigenlijk om hulp, SOS. Ja, je voelt je wel dat je in een koortje zit. En dan moet je uit. Geloof erin, belief. Blijf erin geloven. Nog meer geld. Hier nog een eentje, letter D. Ja, gooi je masker af. Of de andere persoon aan wie je nu denkt. Gooi die masker af. Ja, er waren leugens en bedrog waarschijnlijk geweest. Maar de sterren gaan weer stralen. Dan komt er hulp, een helpende hand. Misschien gaat iemand je helpen of ja, iemand. Dus, het universum wil, ja, die spreekt met je. Ja, iemand gaat wel langzaam. Het gaat maar niet vooruit. De slak, of de slak, schildpad. Ja, je bent een stuk wijzer al geworden. Of die persoon waar je aan denkt. Ja, dit is het blad. Wat er is vernieuwing, komt er een nieuw blad aan de boom. Ja, dingen gaan eindigen voor je. Twee keer doodskop. Komt ook geluk. Hoefijzer. Transformatie. Je wordt sterker. Staat hierop. Ja, gaat weer vrede voelen. Vrede. Je hart wordt weer geheeld. Je gaat luisteren naar het universum. Ja, en wellicht, misschien ga je ook trouwen. Trouwring liggen hier. Blijf erin geloven. Ja, de maskers gaan afvallen. Misschien weer jou of die andere persoon. In ieder geval, ja, SOS, het universum hoort je SOS. Je hoort je noodkreet. Goed, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, de persoon van Schoenenhart. Goed, we hebben hier letter Z. Ja, dit is, je wil een koningin zijn. Hier staat een boot. Je wil eigenlijk wegvaren van de zorgen. Ja, je voelt je verbonden met iemand in de liefde. Kijk, je bent verliefd misschien. Nee, je bent echt een olifant. Een olifant is echt een kuddedier. Zorg goed voor de kleintjes. Voor zijn familie. Je bent erg zorgzaam. Ja, je wilt liefst met iemand op een paard achterop samen door de wereld rijden. Je voelt je verbonden met iemand. Je zit verbonden met iemand met een koord. Ja, je voelt je in nood, SOS. Ja, je voelt je gespannen. Ja, je hebt eigenlijk hulp nodig. Er komt transformatie. Ja, dingen gaan eindigen voor je. Ja, misschien heb je niet zoveel moederliefde gehad. Of ben je een heel zorgzame vrouw. Dus een moeder met een kindje. Waar je op moet focussen. Ja, dat je altijd hulp krijgt. Dit is de reddingsboei van het universum.
Dat er weer vrede in je leven komt. Dat je naar de zon mag vliegen straks. Transformatie, het wiel gaat draaien voor je. Je mag zelf de stuurman zijn of de stuurvrouw. Blijf erin geloven. Twee ringen. Het kan zijn een verlovingsring en een trouwring. Ja, je moet over obstakels heen springen. Ja, je hebt zelf de sleutel in handen om alles te veranderen. Ja, er is een persoon die jouw hart in zijn hand draagt op je pad. Ja, er waren misschien leugens en bedrog in je leven. Maar ja, de universum zegt van wakker worden. Ik zal een paar dingetjes pakken. Omdat ik nog een paar dingen moet pakken. En dat is... Ja, je werkt heel hard. Je bent een harde werker. Je bent een wijs iemand. Ja, maar je bent een beetje onzeker. En je weet niet precies hoe je het allemaal aan moet pakken. Beetje twijfelachtig. Deze staat een handje voor het mondje. Het kan zijn dat je in de zorg werkt of erg zorgzaam bent. Ja, eigenlijk wil je hallo tegen iemand zeggen. Van hallo, hier ben ik. Hallo, hier ben ik. Zie je me? Ja, maar ja, misschien moet ik daar even wachten. Ja. Je bent een wijs iemand. Goed, dat was mijn reading. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!